Eerst minister Bos van Financiën, want die haalt behoorlijk uit naar aandeelhouders, beleggers. Hij deed dat op een bijeenkomst van institutionele beleggers, grote beleggers dus. En Bos verwijt de aandeelhouders dat ze bankiers hebben opgejaagd om steeds meer risico te nemen. If we are going to discuss how we can prevent this type of crisis in the future, we cannot avoid asking ourselves what you, shareholders, have done to prevent and manage the crisis. And unfortunately, and I know you don't like to hear this, the answer is almost nothing. Shareholders themselves need to realize that short-term gain is not the same as long-term profit. And that the task of shareholders is not to hound directors, but to contribute to checks and balances in corporate governance. In other words, to keep the company and its management moving forward. Now, what applies to shareholders also applies to supervisory boards. What have they done to prevent and manage the crisis? They too have done less than expected, and certainly less than we had hoped for. Hey, iets interessants. We hebben het net al eventjes erover gehad. Vandaag heeft minister Bos een toespraak gehouden voor aandeelhouders hier in Amsterdam. En hij wijst de aandeelhouders toch als grote schuldigen aan in deze crisis. We hebben ook nog een commissaris van ING gesproken. Die zegt op BNR dat niet de bankiers iets te verwijten valt, maar de aandeelhouders. Het is wel bijltjesdag voor die aandeelhouders, hè, vandaag. Ja, bijltjesdag. Kijk, de afdeling vingerwijs is weer goed bezet. Kijk, iedereen geeft elkaar de schuld van ontstaande situatie. En ja, niet helemaal onterecht natuurlijk, hè, want in het grote spel der dingen zijn alle betrokkenen medeschuldig. Er is geen enkele partij die geen blaam treft. Dus ook een commissaris bij ING, wou je maar zeggen? Ja, natuurlijk. Kijk, natuurlijk wilden de beleggers hogere rendementen. Dat lijkt me voor de rest niet zo gek. Maar daar moeten de directies en de commissarissen moeten toch wel een beetje weerstand aan bieden, om er iets te noemen. Al die rare overnames die zo vaak mislukken. Daar kun je ook nee tegen zeggen. Je kunt nee tegen de beleggers zeggen. Je kunt uitleggen dat een mooie rechte winstlijn niet bestaat in het bedrijfsleven. Dat het met plus en minder gaat. Dat is ook allemaal niet gebeurd. En maar goed, als je correct naar de bekende spelers. Nee is trouwens het meest onderschatte woord in de dikke van Dalen natuurlijk. En waardoor zijn de problemen de afgelopen jaren eigenlijk gegroeid en ontstaan en tot uitbarsting gekomen. Dat is wat iedereen alles veel wilde. En dat niemand het woord nee wilde horen en dan wel uitspreken. Kijk, het publiek, er wordt ook nooit over gepraat, wilde hypotheken. Nou, en als bij spreken bank A zei, u krijgt bij mij geen hypotheek, dan ging mensen naar bank B of naar bank C. Ja, en banken zijn natuurlijk commerciële organisaties die in principe ja willen zeggen. Want de commercie helpt de wereld vooruit. Ja, dus iedereen heeft boter op zijn hoofd, Kees. Iedereen heeft boter op zijn hoofd, alleen sommige partijen hebben het meer dan andere. En het blijft mij verbazen hoe de meest verantwoordelijke partij telkens maar niet genoemd wordt. En dat zijn natuurlijk de toezichthouders. Want de taak van de toezichthouders in het grote spel der dingen is taak, opdracht, functie om als het nodig is nee te zeggen en door te drukken. Als de andere spelers te ver gaan, moeten de toezichthouders ingrijpen. Dat is hun taak in het grote spel der dingen. En dat hebben ze natuurlijk jarenlang niet gedaan. Ja, dan zeg je tegen de commercie, als het woord nee niet meer bestaat, dan kan de commercie ja zelf wel invullen. Dat geldt ook voor het publiek en de beleggers. Dus men wilde geen nee horen en de partij die nee moest zeggen, die heeft het niet gedaan. Dus als er toch een schuldig moet worden aangewezen, meer dan anderen, hè? Hoe heet het, Huxley geloof ik, dan zijn het de toezichthouders die het meest gefaald hebben in hun werk. Ja, meer dan anderen, dankjewel Kees.